zet die dames op. Okay. Ja. Al deze mensen, die hebben allemaal iets gedaan in de voorbereiding. Ik was dat niet alleen. We hebben het met elkaar gedaan. Mensen van Zorggroep Meander, mensen van Compaan, mensen van Winkelen Prins. Jong en oud, uit de wijk Zorgvliet. Ik weet niet of het helemaal klopt, maar dat is uiteindelijk het plan. De wijk Zorgvliet, waar jong en oud samen koken en samen eten. Ik ga officieel openen. Met een schaar en een laars. De maaltijd kreeg, de eerste maaltijd kreeg van heel Zorgvliet gekookt, voor geopend. Oké. Okay. Ja. Ja. Koken. We gaan straks twee groepjes maken. Eén groepje komt koken. Ik ben Anneke Ritsema van Zorggroep Meander, locatie De Breehoorn. Ik ben coördinator activiteitenbegeleiding en coördinator vrijwilligers en de Alzheimercafés van Meander. We zijn vorig jaar met een nieuw project gestart. En dat is in het kader Meer Veerkracht, Langer Thuis. Dat is een landelijke projecten zijn dat. Daar kon men zich op inschrijven, instellingen, bedrijven, wie dan ook. Als je met een goed project aan kwam zetten, dan ben je uitgekozen. Waaronder wij dus uitgekozen zijn met het project Heel Zorgvliet Kookt. Het heet dan ook Meer Veerkracht, Langer Thuis. Wat is nou de insteek daarachter? Wij willen graag mensen oproepen uit de wijk Zorgvliet, die 65 jaar of ouder zijn, die wat eenzaam thuis zijn, die wat nieuwe sociale contacten willen opdoen, of gewoon voor de gezelligheid, om bij ons te komen koken, gezamenlijk te eten en met elkaar opruimen en dan gaan we gewoon weer naar huis. Nou, vandaag, 24 oktober, zijn we ermee gestart. We hebben om 16:30 de officiële opening gehad. En zoals u achter mij ziet, zijn de mensen druk bezig om het eten voor te bereiden. En we eten vandaag twee soorten stampot. Dat wordt samen met leerlingen van de Winkelen Prins gedaan, met ouderen uit de wijk Zorgvliet. Ga allemaal de kelder op. Ik kan dat erbij. Ja. Nee. Oké. Okay. De midden moet nog mannen van de pers. Nee, sterren. Nu eerst een woordje. Ja, laten we dat doen. Dat is een harde. Ja, dat is hoog.